Dames en heren, ik heet u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Onderbroek. En namens het gemeentebestuur wil ik u uiteraard voor het nieuwe jaar een gezegend en gezond jaar toewensen. Het doet mij ook goed om u te kunnen melden dat wethouder Isaac de Munk vanmorgen voor het eerst weer op kantoor is geweest en dat hij hoopt de komende tijd weer wat meer aan de slag te gaan. Het jaar 2013 is weer geschiedenis. Ik heb al wat met historie en ook met goede tradities. Maar historie is geschiedenis en dus verleden tijd. En tradities zijn geen doel op zichzelf. Veranderen is ook geen doel op zichzelf. Het doel dat we nastreven is altijd leidend voor wat we doen en wat we te doen hebben. Maar wat is dan het doel? Dat wij er met elkaar voor zorgen dat we hier in Onderbroek het begrip samenleving echt vorm en inhoud geven. Dat het niet maar een begrip is, maar dat we het ook echt zo met elkaar beleven. Onderbroek voor elkaar dus. Het draait allemaal niet om de overheid. Nee, het draait om u. Inwoners, ondernemers, clubs, verenigingen, maatschappelijke organisaties. En daarom wordt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente sinds vorig jaar niet meer in het gemeentehuis georganiseerd. Maar juist in een van de dorpshuizen in onze gemeente. En dit jaar zijn we hier te gast in de Talter. Mijn nieuwjaarsafspraak heeft deze keer ook een iets ander opzet. U ziet daar een zogenaamde wensboom staan en u wordt straks uitgenodigd uw wens voor Onderbroek uit te spreken en bij de wensboom kenbaar te maken. En uiteraard wil ik aan die wensboom en de vulling daarvan ook mijn bijdrage leveren. Daarom. Voor 2014 wens ik voor alle inwoners van onze gemeente een goede gezondheid. Ik wens u een goed gevoel, een gezond gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. Ik wens een baan voor hen die zonder werk zijn. Ik wens jongeren perspectief in een tijd van jeugdwerkloosheid. Ik wens succes aan verslaafden in de strijd tegen hun verslaving. Of het nu om drank gaat, of drugs, of gokken, of wat dan ook. Ik wens u een goede onderlinge omgang met elkaar. Ik wens aandacht en goede contacten voor hen die eenzaam zijn. Ik wens alle hulpverleners en mantelzorgers liefde om hun werk met volharding en ook met voldoening te kunnen uitoefenen. Ik wens hen die hulpbehoevend zijn het vermogen om de zorg dankbaar te ontvangen. Ik wens u het vermogen om conflicten te voorkomen en als ze er zijn, deze samen op te lossen. Ik wens ons toe te denken in mogelijkheden in plaats van te denken in problemen. Ik wens ons toe ons veel meer bewust te zijn van alles wat we wel hebben en het vermogen om niet te blijven stilstaan bij datgene wat we niet hebben. Ik wens het bedrijfsleven veel kansen en veel ondernemerszin. Ik wens de vele verenigingen die we in onze gemeente kennen een bloeiend bestaan. Ik wens de kerken een zichtbare plaats in de samenleving. Ik wens de inwoners van de dorpen de warmte van hun dorpsgemeenschap. Ik wens veel energie aan alle vrijwilligers die actief zijn in een kerk, club, vereniging of dorp. Ik wens ons veel muzikaliteit, kunst en cultuur. Ik wens u veel sportiviteit, zowel binnen de sport als daarbuiten. Ik wens een goede toekomst voor de voetbal in Wezep. Ik wens u gezonde rivaliteit. Ik wens u zeker ook veel humor en relativeringsvermogen. Ik wens ons sportieve verkiezingen voor de gemeenteraad en een goede opkomst naar de stembus
op 19 maart aanstaande. En ik hoop op een goed coalitieakkoord voor de volgende bestuursperiode in het belang van de gemeenschap van Onderbroek. En ik nodig u graag uit ook uw wens voor onze gemeenschap straks uit te spreken. Vul een kaartje in en hang hem straks op in de wensboom. We zullen serieus kijken of we met elkaar gezamenlijk daar iets mee kunnen doen. Ongeveer, dat staat ook voor. Opgewekt voorwaarts, mensen. En mij werd gehouden, die staat ook in. Ik dank u wel. De feest te geven. Dus ik kan zeggen, dat een vis is ook wel een echte kanarie. Zo heet het, hè? Ja. Mevrouw Vis, u heeft dus wat ons betreft de erekenning van de gemeente Onderbroek. Met recht meer dan verdiend. En ik zou graag ook uw man, als u er ook bij aanwezig is, ja, willen uitnodigen. En dus, Oké. Nou, ik zou zeggen, kom er allemaal gezellig bij. Ik vraag graag aan u de erekenning van de handen. Zijn die naar je? Ja. Nou, dus de erekenning daar geweest overhanden. Is daarop Davis Boeven, 6 mei 2020, wegens. Hij doet het niet meer. Wegens grote verdiensten voor de gemeenschap. En de voorzitter is dat dan met de raad van de gemeente Onderbroek. Dus deze mag u met heel veel plezier. Overal, zeer zeker en hij is hem van harte gegund. En ik mag denk ik wel vragen aan mevrouw Jenkins om ook hier bij te komen voor de uitreiking van de penning. Ja, waarop staat Emma Rotman, 6 mei 2014, wegens grote verdiensten voor de gemeenschap. Hij is van harte gegund. Dames en heren, ik wil een applaus voor de 2007 een gouden kranie. Klopt. In 1970 kwam hij in de bestuur van de gemeente onder andere de privatisering van de spotlight in gang. Toen speelde hij ook al het een en ander dus. En VSO was de eerste vereniging die tot de overeenkomst kwam van de gemeente. Dat is ook gelijk. Hier de penning. Waarop staat A.J. van der Weg, 6 mei 2014, wegens grote verdiensten voor het gemeenschap. Hartelijk gefeliciteerd. En dat was een mooie bloemen. Ja. Dames en heren, maar even een applaus voor de heer. Eerst de penning, Stichting Vrienden van IJsselvliet en Van Mondelhoop. 6 januari 2014 wegens grote verdiensten voor de gemeenschap. Aan u toegekende uitgewerkt. Dank u wel. Gefeliciteerd. Met de volgende rij, die leg ik dan nu uit. En de Bosje Bloemen. Hij heeft allemaal. Zeer veel dank. Hartelijk gefeliciteerd. Graag allemaal goed rust in de samenleving, dus meer dan genoeg werk in de samenleving. Ik wil namelijk ook een
is leuk, maar ja, financieel is het niet zo leuk. Want ja, er wordt niet zoveel beter van. Hè? Maar ik heb een paar heel grote wensen. En een van mijn grootste wensen is dat volgend jaar iedereen gaat stemmen. Iedereen, dat we een goed beeld hebben van de gemeente, hoe ze eruit komt te zien. En dan kunnen we er ook eerlijk met elkaar proberen allerlei projecten voor elkaar te krijgen. We hebben heel veel projecten in Oosterwolde, dat hebben we al jaren. We komen al jaren met elke keer bij de gemeente met rapporten. Het ene rapport naar het andere rapport. Pas geleden hebben we vorig jaar weer een nieuw rapport aangeboden. Dus we hopen dat we dat allemaal voor elkaar krijgen. Wel een speciale wens. Ik sta hier namens de landbouw. Dat we goede verbindingen mogen hebben tussen de landbouw en de burger. Het imago is goed en ik hoop dat het verbetert. Nog beter wat dat al is? Nog beter als dat het is. En ik wens ook dat we in de landbouw, wat een hele mooie tak van sport is, kan ik wel zeggen, dat we er ook plezier in mogen houden met elkaar. En een persoonlijke wens? Gezondheid en liefde voor elkaar. Heel belangrijk, bedankt. Martin Rotman. Ja, dat ben ik. Je net weer overvallen met een erepenning, had je het verwacht? Nee. Ja, je denkt altijd wel iets, waarom zitten mensen naar je te trekken, naar je ergens naartoe moet, waar je niet naartoe wilde of zo, direct. Maar dan word je toch wel overvallen. Want er zijn zoveel andere mensen die hem ook verdienen. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zich heel erg inzetten voor de maatschappij. Maar ja, jij hebt hem, hè? Het gaat nu om jou. Ja, dat is zo. Ja. Een bescheiden man. Ja. Wat ging er door je heen? Zo van? Ja, toch ook wel wel heel leuk dat je een blijk van waardering krijgt voor alles wat je gedaan hebt. Ja, dat is heel intensief geweest, denk ik, hè? Ja, dankbaar ook. Ja. En wensen, we zien daar een mooie wensboom. Heb jij alle mensen erin gehangen? Nee, nog niet. Ga je dat nog doen? Ik zal erover nadenken. Ga erover nadenken. Eén wens voor jou is? Gezondheid. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, is waar. Ik zou zeggen, geniet van de avond en kom even bij. En bedankt. Okay, bedankt. Mogen wij even invallen in het gesprek? De wens van de politie voor 2014. Uiteraard de samenwerking met de gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen. Hopen dat we de burger nog zo goed mogelijk kunnen bereiken. Want ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. We weten nog niet of het bureau in wezen behouden blijft. Maar we gaan wel bekijken dat we de burger ook zo goed mogelijk kunnen bedienen. Dus. En ja, er zal een nieuwe chef komen die dat waarschijnlijk zal bepalen. Dus we moeten nog met z'n allen even geduld hebben. En tot die tijd blijven we in ieder geval in bureau Wezep bereikbaar voor de aangiftes. En mensen voor Elburg natuurlijk in Elburg. Maar voor Oldebroek blijft Wezep voorlopig nog open. Dus, en hoe het zal aflopen, nou, dat horen jullie allemaal wel. Ja. Wat is je persoonlijke wens? Mijn persoonlijke wens? Ja, gezond blijven is heel belangrijk. Ik heb een partner die is 2 jaar geleden overleden aan kanker. En ik weet wat dat met je doet. En ik heb vorig jaar Alpe d'Huez gereden. Dit jaar ga ik weer Alpe d'Huez rijden. Dus ik hoop ook weer dat heel veel mensen me steunen. En ook dat is een moeilijk verhaal. Want ook Alpe d'Huez komt negatief in het nieuws. Dus ik merk nu dat ik veel minder gesteund word. Dus ja, bij deze hoop ik toch wel dat de burgers van de gemeente Oldebroek mij ook kunnen steunen. Ja, nou, ik hoop dat dit goed overkomt. Ja. Sterkte en ook succes. Ja. Van de Bos, voorzitter, Ovios. Klopt. Wil je nog wat kwijt? Nou, ik vond het een hele goede opkomst. Dat was denk ik de eerste stap om goed Noorburgerschap voor elkaar te krijgen. Ja, Noorburgerschap. Hey, en je wensen voor 2014? Dat we het allemaal met elkaar mogen doen, het komende jaar. Maar je kunt het alleen maar met elkaar doen. Wat met elkaar doen? Iets specifieker? Nou, bij ons met het voetbal. Je kunt niet alleen een voetbalvereniging runnen door alles alleen te doen. Dat zul je echt met elkaar moeten doen. Want met elkaar kun je veel meer bereiken dan dat je het alleen doet. Lijkt me heel mooi iets. Hey, dankjewel. Succes. Ja, dank je. Nee. Vallen. Niet schrikken. Nee. Wensen voor 2014, voor de gemeente, voor de straat, voor jullie zelf? Nou, daar heb ik nog niet zo heel goed over nagedacht. Ik hoor al zoveel wensen gaan. En eigenlijk verwoorden de meeste mensen wensen wel. Wat ik ook in gedachten heb. Het is natuurlijk altijd mooi om samen met elkaar dingen te bereiken. En op welk gebied dat ook is. De gemeente zet in op een participatiesamenleving. En dat is wel heel belangrijk. En
dat is eigenlijk, heel veel mensen doen al dingen samen. Maar om je daar goed van bewust te zijn dat je echt samen met elkaar verder moet gaan. Ja, dat is inderdaad wel, dat hoor ik hier heel bewust nu aanwezig. En ja, dat is een hele mooie gedachte. Dat is die is blijven hangen. Die blijft goed hangen. En ja, als die binnen de gemeente zelf ook, binnen alle mensen blijft hangen. Ja, dat is belangrijk. En een persoonlijke wens? Mijn persoonlijke wens? Een gezond 2014. Ja. Oké, graag. Dankjewel. En ook een wens voor 2014? Ik sluit me helemaal bij haar aan. Ik ben het helemaal mee eens. Ze heeft het heel mooi verwoord. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je klaar staat voor een ander. Dat je er bent zo gauw als je nodig hebben. En je niet opdringen. Dus er wel zijn. En samen dingen doen. Gewoon zijn voor elkaar. Ja, er zijn voor elkaar. Ja. Ja. En een persoonlijke wens voor 2014? Ja, iedereen gezondheid en geluk. Want gezondheid, je hoort zoveel ziektes en ook bij jonge mensen. Gezondheid is denk ik heel belangrijk. Geluk en gezelligheid. Ja. Zou jullie ook de beste wensen voor 2014 en bedankt. Ja. Even onderbreken. Ja, maar het blijft gezellig hoor. Jullie wensen voor 2014, voor de gemeente, voor jullie wijk, voor jullie... Ik heb al opgehangen. Je hebt al opgehangen. En wat was dat? Mogen we dat even weten? Ja, dat mag je weten. Mijn wens was de burger nog meer in zijn kracht en omzien naar elkaar. Oh, ik ga het niet nog een keer overdoen. Maar dat is mijn wens voor Oldebroek, van burger meer in kracht en echt omzien naar elkaar. Dus de handen in één. En maatschappelijke organisaties, burgers, sportverenigingen. Alles in gezamenlijkheid. Omzien naar elkaar. Hebben we hard nodig in deze toekomst. En een persoonlijke wens? Persoonlijke wens? Nee, niet echt. Ik ben tevreden. Dat is ook heel mooi om te horen. Bedankt. En uw wensen? 2014 voor de wijk, voor de straat, voor de gemeente? Voor uzelf? Nou, ik heb de wens voor het zorgcentrum De Hulle, waar ik werkzaam ben, dat daar dit jaar nog hele goede zorg geleverd wordt. Dat we het fijn met elkaar hebben en dat we een goed 2014 hebben. Dat is een hele mooie wens. En een persoonlijke? Ja, dat we ook omzien naar elkaar en dat mensen ook omzien naar mij, maar ik ook omzien naar andere mensen. Ik denk dat dat een heel goed teken is voor 2014. Lijkt me een heel mooi afsluiter. Verder. Uw wensen voor 2014? Voor de wijk, voor de straat, voor de gemeente? Dat we allemaal goed met elkaar kunnen opschieten. Dat we oog hebben voor elkaar, naar elkaar omzien en proberen er samen wat van te maken. Hebben we dat al? Ja, zeker wel in deze gemeente. Maar het kan altijd natuurlijk nog beter en mooier. Dus, En uw wensen? Nou ja, ook vanzelf een goede samenwerking met elkaar is vanzelf heel belangrijk. Ik woon gelukkig in een buurt waar in feite de nabuurschap nog een beetje... Dat is de Soppenweg in Wezep. Daar kijken we nog behoorlijk naar elkaar om. En dat is vanzelf heel belangrijk. Daarnaast is het vanzelf ook kerkelijk werk waar ik in zit, is vanzelf ook heel belangrijk om naar elkaar om te zien en elkaar te helpen. En je ziet vanzelf ook in de maatschappij, ook zoals Stichting Present, die zich ook bekommert om mensen die het alleen niet kunnen redden. Nou, dat zijn vanzelf prachtige initiatieven die gebeuren. En zo kun je hopelijk dat er verder uitgebouwd wordt. En een persoonlijke wens van u voor 2014? Nou, allereerst vanzelf dat je een gezond jaar mag tegemoet gaan. En in goede harmonie in gezin. Gelukkig hebben we dat. En dat het zo mag blijven. Succes ermee. En nu wens voor 2014 persoonlijke? Ja, daar heb ik eigenlijk ook al aangegeven, hè, dat het voor de meeste mensen toch een goed en gezond en jaar mag zijn. Met hopelijk ook voor iedereen werk. Dat is ook belangrijk, ook met name voor de jongeren. Dat vind ik een heel belangrijk punt. Ja, is het. Ja. Ja. Gehad, hè? Dus ik zou zeggen, fijne avond verder en bedankt voor het gesprek. Ik wou u vragen naar uw wensen voor 2014, maar die hebben we heel veel gehoord. Wat is uw persoonlijke wens voor 2014? Daar ben ik even heel nieuwsgierig naar. Wat bedoel je met persoonlijk dan? Gewoon. Ja, nee, voor uzelf. Voor mezelf? Ja, voor de gemeenschap hebben we net heel veel gehoord, ja. Voor mezelf is mijn persoonlijke wens dat ik in ontspanning, zeg maar, deze heerlijke, maar toch wel drukke baan kan blijven doen. En dat ik ook wel wat tijd kan vinden om toch eens even wat meer op die fiets te stappen. Om ook mijn persoonlijke voornemens en ambities, zoals bijvoorbeeld
het fietsen op de Mont Ventoux ten behoeve van de stichting Joint for Energy. Waar ik sponsorgelden voor wil ophalen. Voor onderzoek naar die vreselijke ziekte, zeg maar. Ja, dat ik daar wel de rust voor kan vinden. En ook de ontspanning om me daar lekker op voor te bereiden. En tussen alle drukte door dus ook, zeg maar, ook leuke dingen te kunnen doen. En in goede gezondheid, hè? Want u was vorige week, zou u ook fietsen, want toen ging het ook niet, hè? Nee, ik had de pech dat ik een luchtweginfectie heb. En dat zat behoorlijk diep. Nou ja, dan moet je verstandig zijn. Ik had heel graag met de wedstrijd van de ATB-vereniging meegedaan. Dus ik ben er wel wezen kijken, dat kon ik dan nog wel doen. Ik mocht zelfs een startschot geven. Ja. Ze vertrouwden mij het pistool toe. Is dat zo bijzonder? Het is, nou ja, ik dacht, ze hebben wel vertrouwen in mij. Maar ik ben erin geslaagd om geen lekker band te schieten. Maar dat is gekheid, maar het is een ontzettend mooi terrein. Ze hebben een heel mooi parcours. Ja. Dus ik had heel graag meegedaan. Ja, het zat er gewoon niet in. Ja. Maar het was wel geniet om erbij te zijn. Ja, volgende keer beter. Ja. Had u nog een persoonlijke wens? Zegt u? Had u nog een persoonlijke wens? Persoonlijke wens? Ja. Dat we met veel plezier hier blijven wonen. Je woont hier met dus heel veel plezier. Ja, we hebben het heel goed naar ons zin. Ja. Nou, ik zou zeggen succes en een fijne avond samen.